Maar ja, wat moet je? Ik ga niet de hele middag rond blijven rijden. Probeer maar. Welkom bij deel 3 van Fiedervissen op de rivier. Ik ben vandaag op de Eem, wat eigenlijk niet of nauwelijks stroomt. En dan vraag je je misschien af waarom ik met toch redelijk zwaar materiaal ga vissen. Ja, als je het antwoord wil weten, dan moet je deel 1 en deel 2 bekijken. Dan begrijp je ook waarom ik niet voer. Ik ga vissen! Vandaag is om mijn eindmontages verder te perfectioneren en hopelijk ook nog wat te vangen. Zo, het spul staat klaar. De maalden dichtbij en de wormen in de vaargul. Nou, het weer gaat niet liggen, want het is prachtig. Eindelijk een keer. Ik heb regelmatig beet op beide hengels, maar het lijkt allemaal heel klein spul te zijn. Daar gaat hij weer. Nu op de wormen. Ja, daar zit wel iets aan, denk ik. Nou, toch weer loze alarm. Zo klein zijn ze. Hallo allemaal. Door de coronacrisis heb ik nog steeds niet op de grote rivieren kunnen vissen. Maar dat gaat vandaag veranderen. Het is 8 mei. En ik ben aan de Waal. Het is prachtig weer om aan de rivier te vissen. Ik moet alleen nog even een stek vinden. Nou, dat moet hier wel lukken, denk ik. Mooi stukje water. Na een uur zoeken heb ik een stek gevonden die naar mijn zin is. Het is redelijk comfortabel. Ik hoef niet te ver te sjouwen. En de stroming bevindt zich op 10 meter uit de kant. Hier moet het gaan gebeuren. Ik ben een half uurtje aan het vissen, nog geen beet gehad, maar ik heb het geweldig naar mijn zin. Het is een prachtige plek. Ik vis een meter of 10 uit de kant, daar stroomt het lekker en daar is het al 7 meter diep. De rechterhengel wormen met kattenbrokjes en op de linkerhengel noodgedwongen een halibut pellet, want ik ben de maden vergeten. Nou ja. In de loop van de middag ga ik nog een beetje experimenteren met verschillende afstanden en een procalviet dip op de pellet. Kijken wat het opbrengt. Ik zit misschien wel op het mooiste plekje langs de Waal. In ieder geval het meest historische plekje. Maar beet krijg ik niet. Al anderhalf uur. Niet. Ik heb 4 uur lang weg zitten schroeien in de zon en totaal geen beet gehad. Niks, geen stootje.
zelfs niet op de wormen. Ik zal verder moeten gaan zoeken. Tot de volgende stek. Hallo allemaal. Het werd tijd om weer eens op de rivier te gaan vissen. Het zit alleen niet mee vandaag. Ik heb de Nederrijn gevolgd, zeg maar vanaf Wageningen tot aan Wijk bij Duurstede. En eigenlijk geen enkele stek gevonden die naar mijn zin was. En vond ik iets leuks, dan stort er een bordje verboden toegang. Goed, ik ben inmiddels een stukje doorgereden en ik ben nu aan de Lek. En ik dacht een hele mooie plek gevonden te hebben. Kijk maar even mee. Mooie plek, dacht ik zo. Goed bereikbaar. Auto niet te ver achter me. Dus ik wilde al bijna uit gaan pakken. Maar dan loop ik hier tegenaan. Oeps. Ik zal nog een paar kilometer verder moeten zoeken. Ik heb een uur gereden vanaf huis. En ik ben inmiddels 2,5 uur aan het zoeken. En dan kom ik dit weer tegen. En dan te bedenken dat ik 20 jaar aan de beneden Merwede heb gewoond. Waar ik 100 meter van huis kon vissen. Zucht, ik ga verder zoeken. Er is inmiddels weer een half uur van vruchteloze verkenningen voorbij. Dit is de brug bij Vianen, zover ben ik al. En ik heb nog steeds geen stek gevonden die op zijn minst enigszins comfortabel is. Want ik ben ook de jongste niet meer. Ik ga verder zoeken. In Vreeswijk was ik het zat. En ben ik gekeerd. De vorige keer heb ik de Nederrijn aan de noordzijde verkend. Van vissen is toen niks terecht gekomen, want ik kon geen goede stek vinden. Ook nu heeft het me weer anderhalf uur gekost voordat ik een plekje gevonden had. Alle leuke stekken waren bezet. Maar goed, ik sta aan het water en ik kan gaan vissen aan de zuidkant van de Nederrijn. Het is 2:03 en alles staat klaar. Heb ik dat weer, op openbaar water. Ik zit op een mosselbank, wat op zich gunstig kan zijn. Maar in dit geval niet, want het stikt hier van de grondels. Mijn aas is er binnen 30 seconden af. En met name de wormen. En dit vang ik dan met maden. Leuk hoor, maar niet heus. Ik zit inmiddels alweer een uur of twee te vissen. En ik heb nog geen enkele fatsoenlijke aanbeet gehad. Ik lig op een mosselbank. Het is hier 7 meter diep en op de maden haal ik alleen maar klompjes mosselen binnen of ik zit vast. Op de wormen zie ik alleen maar aanbeten van of kleine baars of veel waarschijnlijker nog van grondel. Ik ga het een beetje aanpassen nu. Ik ga de worm op 10 meter diepte leggen en dan ga ik flink voeren. En de maden laat ik nog even op zijn plek. Nou, ik hoop dat ik terugkom straks met een vis in mijn handen. Ik heb 3 uur gevist en ook het voeren heeft niet geholpen.
Achteraf denk ik dat het krabben zijn hier die de boel verzieken. Want ik krijg alleen maar lege haken terug. En bovendien, het water stroomt helemaal niet. Dus ik kan me zo voorstellen dat ze dan uit hun holletje komen en lekker gaan eten. Hoe dan ook, ik heb geen vis gezien vanmiddag. Ik geef het nog een uurtje. En vang ik nog wat, dan laat ik het even zien. Maar ik reken er eigenlijk niet meer op. Het vertrouwen is weg. Ik zeg vast tot de volgende sessie. Of tot er een wonder gebeurt. Hallo allemaal. Morgen ga ik eindelijk weer eens op de rivier vissen. Maar voordat het zover is, heb ik een lekker wijntje in de tuin. En misschien wel twee. En dan ga ik mijn spullen klaarmaken. Proost. Ik ben er nog niet van gekomen om mijn spullen klaar te maken. Maar ik had een geweldige droom net. Ik neem nog maar een slokje. Weer zo lekker gedroomd. Wat zeggen ze ook alweer? Een goede voorbereiding is het halve werk. Oké, dan ga ik nu mijn spullen klaarmaken voor morgen. Ik zie jullie aan de waterkant. Als ik niet weer in slaap val. Proost. Het is prachtig weer. 26 graden en een briesje. Ik ben aan de Gelderse IJssel. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik zit hier in een mooie omgeving. En ik had de stek vrij snel gevonden. Half uurtje gezocht, denk ik. De dijk achter me. En de auto op een redelijke loopafstand.
Nou, ik heb gezelschap van een paar dames. Altijd leuk. Ik ben een uurtje aan het vissen. Ik ben weer helemaal terug in de realiteit. Binnen 5 minuten lege haken. Maden eraf, wormen eraf. Ik neem aan dat het grondels zijn, of rivierkreeftjes. Dus ik heb nu op beide hengels een pellet gedaan. Bij de maden 1 harde pellet en bij de wormen 2 harde pellets. Zodat er in ieder geval iets onder de haken hangt. Ik ben 2 uur aan het vissen en het gaat weer net als de vorige keren op de rivier. Ik vis in een prachtig keerstroompje, een meter of 7-8 diep. En of ik nou veel of weinig voer, ik krijg geen enkele fatsoenlijke aanbeet. Ik word er een beetje treurig van zo langzamerhand. Ik blijf nog 2 uurtjes zitten. Deze hengel ligt 30 seconden in met 2 wormen en 2 halibut. Pellets. Dit is het enige wat ik zie, de hele dag al. Dit is het moderne riviervissen, zullen we maar zeggen. Ik ben er helemaal klaar mee. 200 kilometer rijden, 4 uur vissen en helemaal niets gevangen voor de zoveelste keer op een grote rivier. Ik ga moed verzamelen voor de volgende sessie. Tot dan. Hallo allemaal, ik vis vanmiddag op de Lek. Ik heb een uur lang gezocht tussen Utrecht en Schoonhoven en niets gevonden. Of niet toegankelijk, of alleen maar recreanten met waterscooters. Het plekje wat ik nu gevonden heb is ver van ideaal. Het lijkt me vrij ondiep, er staat vrijwel geen stroming en ik kan niet dicht bij een krip komen. Maar ja, wat moet je? Ik ga niet de hele middag rond blijven rijden. Probeer maar. Ik ben 2 uurtjes bezig en het is weer zover. Nog geen stootje gehad. Het verschil met de vorige keren is dat als ik ophaal, al mijn aasten nog aan zit. Met andere woorden, er zitten hier zelfs geen rivierkreeftjes of grondels. Ik ga een beetje zwerven met de wormenhengel. Misschien levert dat nog wat op. Riviervissen kan heel leuk zijn. Maar dan moet je dicht bij een rivier wonen. Dan kan je de goede momenten uitzoeken. En je kan een beetje experimenteren met verschillende stekken. Dat is voor mij helaas niet weggelegd. Ik moet iedere keer 200 kilometer rijden. En dan ga ik uiteindelijk nog blenken ook. Daar gaat de lol vanaf, dat snap je. Ik stop ermee. Dit jaar geen riviervisserij meer voor mij. Ik ga terug naar stilstaand water. Tot de volgende video.